De Guzman zit op de bank. Daar blijft hij ongetwijfeld ook zitten. Maar aangezien hij de avond er is, vond trainer Rijsdijk het toch belangrijk hem bij de groep te halen. Een soort non-playing captain. Lataev. Ziet er maar een keer doorheen te komen. Sparta dat gedisciplineerd verdedigt in het eerste kwartier. En nu een kans krijgt na een geweldige bal van Verschuren. Lauritsen. Lauritsen en die schuift hem op de binnenkant van de paal. Zo verdedigt Sparta een kwartier lang heel secuur en breekt het hier gevaarlijk door. Maar blijft Twente schadevrij. Tweede helft, Twente-Sparta. Hopelijk wat spectaculairder vooral. Taha. Eiting. Eiting! Ziet een schot boven Olij op de lat. Twente komt in ieder geval dichterbij dan in de gehele eerste helft. Clement. Slim balletje naar Van der Kust. Lauritsen kiest positie. De bal wordt laag gegeven. En weer zo'n prachtige redding van Oenestal. Die al onderweg is naar de verre hoek. Maar zijn arm laat hangen. En precies daar komt de bal van Nassau tegenaan. Nassau. Och, wat scheelt het. Latje trap met Nassau. Maar dat was niet zijn intentie. Hij moest net onder die lat vallen. Slordig, Keulen. Nu de uitbraak van Sparta met Lauritsen. In principe heeft Twente een mannetje meer, maar Sparta heeft de bal met Lauritsen. Het is ongekend voor de derde keer. Het aluminium boven dan wel naast Oenestal. Stekende bal van Nassau. Negli. Dat is ook het gevaar voor Twente, dat Sparta keer op keer wel durft uit te breken met veel personen. En dat kan weer leiden tot een kans nu met het hoofd voor Lauritsen. En voor een kopspecialist zo erkend als Lauritsen, is dit echt een dot van een kans. Sparta presenteert zich vanavond andermaal als taaie klant. Zoals ze dat de laatste twee seizoenen eigenlijk al hebben gedaan in de Eredivisie. Elftal moeilijk te kloppen, maar het gaat hier toch bijna mis als de voorzet scherp is van Regeer. En Vlap daar nog opduikt, letterlijk opduikt. Maar uiteindelijk die voorzet net niet genoeg kan drukken met het hoofd. Taha. Regeer. Dan is het laatste zetje weer niet goed. Is dit een strafschop vervolgens van der Laan? Rots versiert tussen aanhalingstekens de penalty. Nadat de aanval eigenlijk spaak loopt. Hij komt uit de dode hoek. Het is allemaal erg ongelukkig. Deze samenloop van omstandigheden. Nog een kwartier op de klok in de veste. Moeizame wedstrijd voor Twente, maar Stijn breekt de band. En hij druipt af, de veroorzaker. Opluchting ook bij Van Wolfswinkel. Stijn heeft zijn eerste van dit Eredivisie seizoen te pakken. Quintero, net naast. Mito.
Lauritsen klaarleggen en verschuren. Wat een kans nog voor Sparta. En hoe kan het dat die twee Spartanen daar tegenover één verdediger van Twente staan? Rots. Keule. Daar staat Van der Laan eigenlijk een beetje in de weg. Regeer. Daar is Flap en dat is geen kopspecialist. Dat blijkt uit deze kopbal. Of iets dat daarop moet lijken. Oh, oh. Rots. En nog altijd niet beslist. Eén lange bal. En dan bijna het geluk bij Rots. Dit is heel slordig van Brim. En nog slordiger dat hij bijna daar de bal aan Twente weer gunt. Sparta heeft hem alsnog. Hoefkier. Gevaarlijke bal en daar een gelijkmaker van Lauritsen. En wat een prachtig debuut ook voor Ayoub Hoefkier met een assist. En de treffer komt Lauritsen toe. Binnenkant paal geraakt, buitenkant paal geraakt. En nu weer met zo'n ragfijne kombal valt stil. Het begint eigenlijk met dit geëtter van Brim. Maar Ayoub Hoefkier toont veel meer dadendrang. En dit is een lekkere bal hoor die hij geeft. Goede snelheid en die kan Lauritsen zo prachtig verlengen. Het is een manier waarop we hem vaker hebben zien koppen. Hij is zo goed met het hoofd. Zelfs Oenestal moet zijn hoofd ervoor buigen. Taha. Stijn. Knap gedaan, maar de redding van Olij. Bewijst dat die voorselectie voor het Nederlands elftal ergens op slaat. Want die pakt die bal formidabel. En kijk eens naar het juichen van Olij. Want het is ook direct einde wedstrijd. Sparta pakt dik verdiend een punt op bezoek bij Twente. Heel dichtbij was het elftal van Oosting nog bij de zegen. Maar Nick Olij draagt een formidabel steentje bij. Nu weer het plezier met Stijn. Passeerde hem vanaf 11 meter. Maar Olij heeft denk ik toch het laatste woord.